eindelijk is het zover. Season 5 is aangekomen. En we zijn natuurlijk super hyped voor wat er allemaal aan gaat komen. Maar ik wil dus eventjes met jullie gaan terugblikken op de theorieën die we hadden. En wat er van is uitgekomen. En wat er allemaal waarvan is. En we gaan eventjes vooruitkijken van wat we waarschijnlijk kunnen gaan verwachten in Fortnite. Want ik heb een paar best wel interessante dingen gevonden die ik even met jullie wil delen. Dus blijf sowieso kijken. Maar voordat we gaan beginnen wil ik het even hebben over deze caps. Deze caps kan je namelijk bestellen op www.wildevraag.nl/winkel. Of klik even op het eerste linkje in de beschrijving. En ik heb besloten dat de eerste drie die na deze video een pet kopen, krijgen voor mij zo'n soort kaartje. Oh, je kan het niet eens echt zien. Wow. Staat Dion TVG op? Ja. En een smiley. Super vet in ieder geval. Ik denk dat sommigen van jullie dit vast wel zullen willen hebben. Je krijgt zo'n super fancy kaartje die ik hier toevallig nog had liggen. En daar heb ik er dus drie van. Dus de eerste drie die iets kopen op onze webshop, die krijgen zo'n kaartje meegeleverd met hun pet. Super top. In ieder geval, we gaan het nu hebben dus over theorieën. En we gaan een beetje speculeren natuurlijk ook. Want ik heb geen grote leaks voor jullie. Dus voor het geval je voor een enorm grote leak kwam ofzo. Dan zit je bij de verkeerde video, maar die gaan er sowieso wel aankomen dit seizoen. Maar nu gaan we het in ieder geval wel hebben over wat er is gebeurd en eventjes vooruitblikken. Want ik heb echt wel best wel leuke informatie voor jullie. Laten we eens beginnen met het allereerste. En dat is eventjes een applausje voor onszelf. Want het veel gevraagd was de allereerste in Nederland die history thema heeft aangekondigd. En waarvan het dus ook waar is. Volgens mij waren we in week 2, 3 van seizoen 4 hadden we het al aangekondigd dat het een history thema zal worden. Als er iemand is die sneller is geweest, zet even in de reacties. Maar volgens mij waren wij de eerste die zeiden van dat het een history thema zou zijn. Ik vind het in ieder geval super tof dat deze leak ook, wat was toen een leak, dat deze ook uit is gekomen. En het maakt het alleen maar geloofwaardiger, de persoon die het leakt. Maar helaas, die gast wordt nu gezuwd, dus waarschijnlijk gaan we daar geen leaks meer van krijgen. Maar wie weet is er ooit een andere dommeling die het wel weer gaat doen. Dus sowieso super vet dat dat is gebeurd. Maar er is natuurlijk, er zijn allemaal dingen gebeurd rondom de history thema. En daar gaan we het dus ook even over hebben. Waarom is het een history thema? Daar gaan we het eerst even over hebben. Want er zijn meerdere redenen waarom je dit een history thema kan vinden. Want het is een... je hebt de vikingen, je hebt iets met Chinees-achtige dingetjes. We gaan alles eventjes bespreken. Op dit moment zijn er drie thema's binnen het hoofdthema history. En dat is de Harbinger, de Drift. Daar kom ik nog even op terug, want dat is niet helemaal zo. En we hebben de Norse. En de Harbinger, dat is de skin die ik ook nu aan heb. Ik ga hem eventjes hier voor me halen. Hier. Dit is de Harbinger. Hij hoort, laten we zeggen, bij de Harbinger. Hij is part of the Harbinger set. En hij heet Ragnarok. Harbinger betekent volgens mij in het Noors de voorloper. En dit leidt ook weer natuurlijk naar de history thema. Super vet. Ik kom zo meteen nog even op dat stukje Ragnarok terug. Maar we gaan eerst eventjes door naar de Drift. En dit is de Drift thema. Hij heet ook de Drift. Hij ziet er heel modern uit. Waarom is hij bij de history? Nou, dat komt omdat hij een Kitsune masker draagt bij de allerlaatste vorm die hij heeft. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Nou, in ieder geval, ik heb nog niet unlocked, maar dit is een Kitsune masker. Je kan het al vaak zien. Dat is dat vossen masker waar we het over hadden. En die komt volgens mij uit de Japanse mythologie. En die heeft speciale krachten. En dat betekent weer dat het weer met history te maken heeft. Super vet. Gaan we door naar de laatste van de drie. En dat is Norse. En ik verwacht dat er nog meer aan gekomen. Ik verwacht dat er straks, naarmate dit seizoen verder gaat, dat er skins uit gaan komen die dus wel te maken hebben met history. Maar daar komen we dan later nog wel een keertje op terug. Maar nu voor nu hebben we dus nog de Norse thema en even kijken of ik daar een skin van heb. Ja, deze. We hebben hier de Huntress. Oh, hij maakt nu een dansje. De Huntress. En de Huntress is de Fearless Rider bij de Parts of the North set. En de Norse is natuurlijk Vikingen. Heel logisch. Super vet. Dan gaan we nog even terug naar Ragnarok. Want daar wilde ik nog wat over vertellen. Want de naam Ragnarok heb ik eventjes opgezocht. Is dus een Noorse naam. En hij hoort er wel bij de Harbingers. Ik weet niet wat dat precies betekent. Of dat heb ik net verteld. Harbingers, de voorloper. Maar ik snap niet precies waarom ze dat niet de Noorse hebben genoemd. Maar oké. Okay. Maar wat ik dus wilde vertellen is Ragnarok heeft ook een betekenis. En het is natuurlijk Noors voor ondergang van de goden en de wereld. Dus het zou dus kunnen dat hij die naam heeft gekregen omdat het een soort van ondergang is geworden. Ik weet het niet precies. Het zou ook kunnen dat het de ondergang is van de goden. Want de Kitsune-masker heeft hier wel te maken met de goden waar de Japanners in geloven. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Misschien dat ik ook wel iets te diep in de history ga. Maar het zou zomaar kunnen dat het wel met elkaar te maken heeft. Maar in ieder geval, ondergang van de goden, dat betekent Ragnarok. En natuurlijk is het ook van een film van Thor. Maar ja, dat heeft
heeft er denk ik niet heel erg veel mee te maken. Trouwens, nu ik erover nadenk, je hebt op die koffers, die oranje koffers, ik zal van het plaatje in beeld doen, er staat ook Thor. Misschien dat er wat mee te maken heeft. I don't know. Iets interessants om over na te denken. Oké, dan gaan we door naar het volgende. Wat dan meer met het history thema te maken heeft. En dat is de loading screen. Je hebt namelijk een loading screen, deze. En dat is de Tomato Town loading screen. En die is in zwart-wit. Vond ik wel een interessant feitje. Dus dat betekent dat de Tomato Town pizzeria, dat die al wel heel erg lang bestaat. Of in ieder geval best wel lang. En dat het weer allemaal te maken heeft met history. Super vet. Gaan we door naar het volgende. En daarvoor moeten we eventjes een replay in. Dus dat gaan we meteen ook even doen. Alright, we zijn nu in de map. En we hebben hier, en zijn we natuurlijk in de desert. Wat natuurlijk nieuw is. Voor het geval je alles wil weten wat er nieuw is in de map. Want ik ga natuurlijk niet alles bespreken wat nieuw is. Klik dan even op het i'tje. Want daar heeft Matthijs een hele video gemaakt. Over alle veranderingen. In ieder geval de alle grote veranderingen in de map. Dus sowieso even het kijken waard, wilde ik zeggen. Maar we gaan het dus nu even hebben over wat specifiekere dingen. Namelijk dat deze hele desert, of bijna alles behalve het dorpje zelf, of de stad zelf die in het midden staat, alles is een beetje 60s stijl. En de 60s is uiteraard ook het verleden. Je kan het heel erg goed hier zien. Hier zie je namelijk de shakes, iets met een dinner, iets van een restaurantje. Wat allemaal een beetje 60s stijl is. Het enige wat niet echt 60s is, zijn deze borden. Ook al is dat ook weer niet helemaal hyper, wat volgens mij hypermodern wel wil ik zeggen. Maar het zijn volgens mij gewoon lichtgevende borden met daarvoor. Dus gewoon iets van papier of zo. Het is volgens mij geen bord. In ieder geval, nee, het is sowieso geen televisiescherm, want er zit een scheur in. Dus het geeft een beetje een 90s of een 60s, 70s, 80s vibe. En dat zie je op meer plekken in de map. Bijvoorbeeld hier bij het tankstation in het dorpje zelf. En je ziet hier de Station 99. Het is allemaal een beetje 60s, 70s, 80s stijl. Maar past ook wel heel erg goed bij de desert. En dan gaan we door naar het volgende gedeelte. En daar moeten we een klein stukje voor vliegen. En dat is hier. Er zijn namelijk dinosaurussen. En dit is best wel opvallend. Want we hebben natuurlijk nog die dinosaurusvoet. Zou dat betekenen dat er misschien toch dinosaurussen gaan komen in Fortnite? Ik ben oprecht heel erg benieuwd. Deze dinosaurussen doen natuurlijk helemaal niks. Het zijn pure standbeelden. Er staan ook allemaal bordjes bij waar je niks van kan lezen. Want ja, al die informatie is niet helemaal nodig en niet relevant. Want er is niemand die een game gaat spelen om die informatiebordjes te gaan lezen. Maar dit is toch wel heel erg interessant dat er dino's in de map zitten. Gaat er iets gebeuren met dino's? Ik weet het niet zeker. Maar we hebben natuurlijk al wel vaker geleakt dat er iets gaat gebeuren met dino's. Maar wanneer weten we niet. En dit is alleen maar een hint, lijkt het op. Dan gaan we door naar het volgende grote ding. En daar moet ik ook weer even een stukje voor vliegen. Dus ik ben zo bij jullie terug. Na een stukje te vliegen zijn we gearriveerd bij dit hele mooie hoofdje. De stenen hoofdje met erop een auto en wat kisten. Heel erg tof natuurlijk. Maar dat is natuurlijk iets wat ook met history te maken heeft. Het is namelijk de Moai. Zo noem je het, een Moai. Het zijn beelden die van steen, of eigenlijk van vulkanisch as zijn gemaakt. Uit Chili op het Paaseiland. Misschien heb ik bij geschiedenis wel eens gehad. Maar dit komt uit, even spieken, uit de 11e eeuw. Dus het heeft natuurlijk ook weer te maken met het verleden. Het is alleen maar meer een hint en nog meer confirmen dat het hele seizoen natuurlijk met de history thema te maken heeft. Het is sowieso heel erg vet dat dit over het hele eiland staat. Het zou kunnen dat dit nog wat gaat, dat hier nog wat mee gaat gebeuren. Dat ze, weet ik, veel magische krachten gaan krijgen. Ik weet het niet. Want ze staan wel op heel erg veel verschillende plekken. Misschien zijn ze ook wel puur geëdit voor challenges. Dat je straks een challenge hebt van visit zoveel Moai's. Ja, dat ze dus waarschijnlijk een andere naam geven. Maar het zou zomaar kunnen, jongens. Ik vind het in ieder geval super interessant. En super vet dat ze dit geëdit hebben. Laten we doorgaan naar het volgende ding. En dit is misschien wel mijn favoriete plek op dit moment. Die is geëdit. En niet zozeer voor loot, maar gewoon van hoe die eruit ziet. Het is namelijk de grote vikingboot. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de Noorse set. Met de Ragnarok skin die we hebben. Super, super dik dat het erin zit. Maar natuurlijk, zoals Matthijs ook al in zijn video heeft gezegd, gaat wat gebeuren met de boot? Wat gaat er gebeuren? Ik ga het er ook nog eventjes kort over hebben. Want deze hele grote boot, het lijkt erop dat dit het nieuwe ding gaat worden van Season 5. Dat hier wat mee gaat gebeuren. We hadden natuurlijk in Season 4, hadden we de raket die opsteeg. En in Season 3 hadden we de meteoriet die heel erg hoog in de lucht naar beneden kan vallen. En nu ziet het eruit dat deze boot hier de zee in moet gaan varen. Zoals jullie zien is het nog niet helemaal af. Het pad is nog niet helemaal doorgebroken. Maar ik denk wel dat er wel wat gaat gebeuren. Dat dit straks hier een waterval naar helemaal naar beneden gaat. En dat er straks een pad komt voor dat schip om helemaal naar beneden te varen. Het zou super vet zijn. En ik hoop ook echt dat dit een live event gaat worden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar er is één maar aan dit hele verhaal. Je kan dit
deze boot weghakken. En dat is misschien nog een beetje raar. Want als er een live event is, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling dat je hem weg kan hakken. Misschien dat ze dat nog gaan veranderen in de toekomst. Dat je niet meer kan weghakken. Of misschien gaan ze het zo doen dat het alleen tijdens het live event niet meer weg te hakken is. Maar sowieso super dik dat dit erin zit en dat hier waarschijnlijk wat mee gaat gebeuren. Oké, maar dat zijn eventjes de dingetjes die ik dus in de map even wilde laten zien. We gaan het nu even hebben over de toekomst. Wat gaat er gebeuren? Ik heb, laten we zeggen, een paar gedachten. Laten we eens gewoon gaan kijken naar wat ik denk. En wat er, ik denk dat er dus gaat gebeuren. We hebben natuurlijk nog steeds de scheur in de lucht. Dat is heel erg opvallend. En de scheur die blijft maar groter worden, jongens. Je ziet nou volgens mij ook aan die kant daar. Ik zal eens proberen in te zoomen. Die scheur is toegevoegd sinds dat de season 5 is uitgekomen. En ik verwacht dus ook dat al deze uiteinden ook een scheur gaan krijgen zoals dit. Ik kom zo meteen even terug op de scheur. Maar wat gaat er verder nog gebeuren? Gaat er nog dingen gebeuren? Want die scheur is er nog. En dat betekent dus dat er nog steeds dingen aangepast gaan worden. De grote update is er nu geweest. Maar ik denk dat er nog steeds dingen gaan veranderen. Waarom denk ik dat? Dat denk ik omdat bijvoorbeeld de Tomato Town Head er nog niet terug is gevonden in de map. En de Motel Sign is nog niet teruggevonden. Er zijn ook een paar andere dingen zijn verdwenen en zijn nog niet teruggevonden. Het is gewoon nog niet terug. En we weten dat die dingen terug gaan komen. Of in ieder geval, het zou logisch zijn als ze terugkomen. Want we hebben natuurlijk de Durburger die terug is gekomen. En we hebben de Nom Sign die in Retail Row stond. Die is ook teruggevonden in de map. Dus het zou heel logisch zijn dat die dingen nog terugkomen. Dus dit is voor mij een soort van confirm, een bevestiging dat dit dat er nog steeds dingen veranderd gaan worden in de map. Heel erg vet. Maar dan gaan we even terug op die scheur. Wat gaat er gebeuren met die scheur? Wordt die groter? Ja. Maar wanneer houdt het op? Want het lijkt me sterk dat die voor eeuwig groter blijft worden. Ik heb wel een soort van idee. Niet echt een heel concreet idee. Want het is allemaal nog een beetje half-half. Ik denk dat de Kitsune masker die je dus bij tier 1 kreeg bij de Drift skin. Dat die wat gaat doen. Dat die persoon belangrijk gaat worden. En dat die de boel gaat redden. Of wat ook een van mijn theorieën is dat de wat vroeger de Blockbuster skin is nu de Road Trip Challenge, heet hij nu. Ik denk dat de Road Trip Challenge, de skin daarvan, ook wat te maken gaat hebben met deze scheur. Misschien dat die het wel gaat doen. We weten niet wat erin zit. Dus we kunnen ook niet weten wat het precies gaat zijn. Het zou natuurlijk heel erg logisch zijn dat hij dit gaat redden. Want zoals u weet, in season 4 was het de Blockbuster skin, oftewel de Visitor. Die was degene die de boel redde. Dus het zou best logisch zijn dat de Road Trip skin het nu ook gaat redden. Maar jongens, dit was voor nu de aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik vond het in ieder geval super tof om het met jullie te delen. Abonneer sowieso op de Veelgevraagd. Check even die petten uit op onze website veelgevraagd.nl/winkel. Abonneer dus. Klik op de video's hieronder. Like, doe alles wat je moet doen. En tot de volgende keer. Peace out.